Hoe zit dat nou eigenlijk? Wat is eigenlijk gezonder? Tafelzout of zeezout? Met allebei de soorten zout moet je niet al te scheutig zijn. Te veel zout eten verhoogt onder andere de kans op een hoge bloeddruk. En dat is niet goed voor je gezondheid. En grijp nou niet naar de Himalaya-zout of Celtisch zout, want zout is zout. Vooral natrium in zout is een boosdoener. Sommige soorten zout bevatten iets meer mineralen dan andere soorten, maar het is zo weinig dat het geen relevante bijdrage levert. Zout is dus geen goede bron voor het leveren van gezonde voedingsstoffen. Voor al je eetvragen ga je naar voedingscentrum.nl. Beter weten, beter eten.